Hier zijn de stallen en het zijn allemaal tentstallen. Het is allemaal een beetje een kerstsfeer, dus dat is super gezellig. Ik rijd junioren dit weekend. Hoi allemaal, super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag echt iets ontzettend gaafs, want ik ben namelijk bij Jumping de Achterhoek. En dit is in Lichtenvoorde, vlakbij de grens in Duitsland. Het is een heel erg groot concours en elk jaar is het concours er weer. De eerste week is het de children, de junioren en de U25. Dat betekent dus dat er mensen met ponies en met paarden meedoen. Vanaf 12 tot en met 25. Dus best wel jong allemaal. En echt wel op heel erg hoog niveau. Het is namelijk een internationale wedstrijd. Dat betekent dat er mensen over de hele wereld meedoen. Er doen bijvoorbeeld heel erg veel mensen uit Nederland mee. Maar ook Amerikanen, Belgen, Duitsers en ga zo maar door. Dus dat is heel erg gaaf dat er zoveel verschillende nationaliteiten rijden. Deze wedstrijd vindt plaats van woensdag tot en met zondag. En op woensdag moeten de paarden allemaal gekeurd worden. Want als ze niet goedgekeurd worden, dan mag je niet deelnemen aan deze wedstrijd. Het gaat allemaal heel erg officieel. En vandaag ben ik er dus alleen maar één dagje. Het is vandaag vrijdag. Maar mochten jullie het nou leuk vinden, laat het dan even in de reacties weten. Dan kan ik misschien nog wel een keertje mee. En dan laat ik dus ook de keuring en alles zien. Ik geef jullie nu eventjes een rondleiding over het terrein. En daarna ga ik jullie aan iemand voorstellen. Hier is een extra rijbaan. Hier kan je dus rijden als je paarden een dagje vrij hebben. Want de wedstrijd duurt 4 dagen, maar het kan zijn dat je een dag niet hoeft te starten. Dus dan kan je ze hier trainen. Er is nu bijvoorbeeld iemand aan het longeren. En hierachter is de container. Daar zit de stable manager. En daar wordt dus alles voor de stallen geregeld. Hier zijn de stallen. En het zijn allemaal tentstallen. Hier staan ze dus allemaal zo in. Maar later in de video zullen jullie nog meer van de stallen zien. En er is hier dus een hele lange rij met heel erg veel tentstallen. Want er zijn ontzettend veel deelnemers bij deze wedstrijd. En als je deze weg afloopt, dan kom je hiervoor dus bij de losrijbaan. En ook daarnaast de ring. Hier hebben ze nog een afspuitplaats. En dit is dus het rijtje met alle stallen daar. Dan loop je hier rechtdoor. En als je hier doorheen loopt, dan kom je dus bij de ring. Hier staat de fotostand, daar kan je dus je foto's bekijken en bestellen. Daar is dus de ring en hier zo is het secretariaat. Als je daar binnenkomt, dan zijn er allemaal winkeltjes. En dan kan je de spulletjes kopen. En hier ook, het is allemaal een beetje een kerstsfeer, dus dat is super gezellig. Dat punten wij voor tekstoverschrijding 8 totaal. Daar kom je binnen en overal hangen schermen zodat je de wedstrijd kan volgen. Hier zijn dus allemaal winkeltjes. Dit is Ilse Tolboom en zou je je eventjes kort willen voorstellen? Ik ben Ilse Tolboom, ben 14 jaar. Ik rijd junioren dit weekend met deze Figo. Dat is een 7-jarige ruin Zapatero. Hier rijd ik 1,35 mee. En in de andere stal staat nog eentje. Dit is mijn andere paard, Hartbreker. Dit is een 6-jarige ruin. Deze is nakomeling van Hartbreker. Deze rijd ik ook 1,35.
Tussen Tolman, Nederland in de piste. Mark Figo, 7 jaar, is een zoon van Zapatero VDL, gevat de merrie van Inductro. Van de Netherlands, Ilse Tolman. Ilse Tolman, ze maakt een fout op 5A, finish met 4 strafpunten, 72-42, 100ste. Radha Mia. Ja, en dan in de bad. Aan de nummer 8 van je startwijs. Want Simon was ik af. Dan nu de Nederlandse Amazone Ilse Tolman met haar paard Heartbreaker van de jaargang 2011. Ilse Tolman de Netherlands. En stijl hier tot tijd competition against the clock. Aangeboden door Rosse Horstukes.
Albon, Gartbreaker, 50 punten, tijd van 74.62. Via Charlotte Becker, Duitsland bereikt Milaan en zijn dochter had niemand minder dan Bam Medegoer. Denkt die driedeel Becker finale is te winnen. En dan het doet van Bido Lam. Via Charlotte Becker, Duitsland. En hoe ging het? Goed. Ik had allebei een foutje. Een licht foutje. Maar ze waren verder heel fijn te rijden, dus ik was wel blij mee. Nou, ik vind ook dat je het super goed hebt gedaan. Dank je wel. Inmiddels is het nu 11:30. We hebben net nog eventjes wat gedronken met Ilse en Mark. Dat is de vader van Ilse. En nu zijn we onderweg naar de auto. Morgenochtend heb ik heel erg vroeg alweer dressuurwedstrijd. Ik moet namelijk als allereerst om 10:00 starten. En daarvoor moet ik Dennis nog klaarmaken, inrijden, nog knotten. Dus dat wordt weer een vroegertje. We gaan nu snel naar huis rijden. Het is ongeveer 1 uur tot 1,5 uur rijden. Dus ik hoop dat we een beetje door kunnen rijden. En dat ik dan rond 1:00 in ieder geval wel in mijn bed lig. Maar bedankt allemaal voor het kijken naar de video. Als je het leuk vond, vergeet dan niet eventjes een blauw duimpje omhoog te doen. En mochten jullie vaker zulke soort video's willen zien, laat het dan eventjes in de reacties weten. En hopelijk tot de volgende keer weer. Doei!